Ik ben Raymond Sluiter en ik was de finalist in Rotterdam in 2003. Game set match win. 7-6, 6-4. Ja, de momenten die er voor mij echt uitspringen is, het is heel raar eigenlijk, zijn de aankomsten bij Ahoy. Dat was in het begin was dat met de tram en de metro en later was het met de auto. En dan kom je daar aan en dan mag jij daar tennissen. Er is een evenement in Ahoy. Nou ja, daar ben ik geweest voorheen alleen maar voor concerten en als ballenjongen. En dan mag je daar zelf gaan tennissen. Ja, dat gevoel dat is onbeschrijfelijk. Voor mij persoonlijk mijn beste resultaat is een finale plaats geweest in 2003. Het jaar daarop verloor ik kwartfinale derde set tiebreak van Juan Carlos Ferrero. Wat denk ik een van mijn mooiste wedstrijden is geweest. Die zou zo in mijn top 5 rijtje staan, ondanks dat ik hem verloor. Dat zijn wel mijn twee hoogtepunten qua wedstrijden, qua jaren inhoud. Ik kom uit Rotterdam en dan is dat gewoon de tennistempel. En dan vind ik alles mooi aan het toernooi. Weet je, de kleedkamers zijn voor verbetering vatbaar geweest. Ja, maar ik vond het mooi. Ik vond er dan weer traditie in zitten. Zou best kunnen dat ik ergens anders had gezegd dat ze dan een beetje oud waren. Dus nou ja, ik vind het gewoon een waanzinnig toernooi. En als je ook gewoon luistert naar de buitenlandse spelers. Dus, maar ja, die waren bijna ook allemaal positief over het toernooi. Dus het is gewoon een geweldig evenement.